Marino Keulen, de Noord-Zuidverbinding in Limburg is belangrijk, maar het wil maar niet lukken met die verbinding. Er wordt daar eindeloos tegen geprocedeerd door een aantal fundies, de Limburgse Milieukoepel. Deze verbinding, de voltooiing van de Noord-Zuid, eigenlijk gaat het over een verbinding tussen het centrum van de provincie Limburg en het noorden, is heel erg belangrijk voor de economische ontwikkeling van het noorden van Limburg, waar eigenlijk grote reservegebieden aan industrieterreinen beschikbaar zijn. En ook moet dat bijdragen tot meer verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Limburg. We hebben nu een weg gevonden om eigenlijk, laten we zeggen, dat eeuwig procederen bij de Raad van State onmogelijk te maken en te zorgen dat de voltooiing van de Noord-Zuid finaal gaat gerealiseerd worden. En hoe ziet die oplossing er juist uit? Dat is een vorm van eigenlijk een decreet wat dan heet complexe projecten, specifiek gericht op de Noord-Zuid en Limburg, wat eigenlijk betekent dat er niet meer kan geprocedeerd worden bij de Raad van State, maar wel bij het Grondwettelijk Hof. Dat gaat dan daar over de heel fundamentele principes met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel en schendingen daartegen. Of bijvoorbeeld alles wat Europa oplegt op het vlak van Natura 2000. Wat wel belangrijk is en voor liberalen een cruciaal gegeven is, is natuurlijk de inspraak van de omgeving, van de bevolking. In elk van de stappen die gezet worden, bijvoorbeeld het vastleggen van het tracé, het bepalen uiteindelijk van het plan in al zijn details, wordt de omgeving betrokken en krijgen die mensen ook een daadwerkelijke stem in de besluitvorming. Op die manier willen we ook een breed draagvlak, niet over de hoofden heen van de mensen beslissen, maar samen met de bevolking en tezelfde tijd ook zorgen dat iets waar Limburg nu al 40 jaar vragende partij voor is, ook daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd. Oké, dank u wel.